Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen in Nederland is het onbewolkt weer, kortom ronduit zonnig. In het zuiden zien we wat meer bewolking. Dat zijn stapelwolken die later op de dag uit kunnen groeien tot behoorlijk pittige regen of onmisbuien. Op de Noordzee zien we een zone met laaghangende bewolking. Die rijkt tot aan de Zeeuwse kust en daar kan het plaatselijk zelfs ook mistig zijn. Als we alles in beweging zetten dan is te zien dat de stapelwolken tot ontwikkeling komen boven Duitsland, maar ook boven het zuiden van ons land. Ten noordoosten van Luxemburg zitten toch flinke buien al inmiddels. Daarbij komt ook onweer voor en is ook hagel gemeld. Ook in het noordoosten en oosten van het land ontstaan stapelwolken, maar daar is de lucht net te droog en daar blijft het dan waarschijnlijk ook gewoon droog omdat daar geen buien kunnen ontstaan. Kijken naar de Rano-animatie van de afgelopen drie uur, dan is te zien dat het in eerste instantie in Zeeland wat heeft geregend. Die regen die trok uiteindelijk richting de Noordzee. Maar in Duitsland en ook in delen van Limburg gaan in de loop van de middag dan buien ontstaan. En de eerste exemplaren die zijn al aanwezig. Verde exemplaren boven Duitsland met onweer, maar ook vlak aan de grens bij Venlo. Daar is een eerste bui ontstaan en daar zal ook spoedig een klap onweer bij zitten. De meeste buien echt in het uiterste zuiden van het land. Vanavond ook een enkel exemplaar in het midden. En daarbij kan het onweren, even hagelen en kan er ook veel regenwater in korte tijd vallen. Want zoals je op de radarbeelden al zag, de treksnelheid van de buien is laag, dus ze regenen vaak op één plek leeg. De temperatuur is, blijft al hoog, halverwege de avondwaarde rond 23 graden. Vannacht dan is het wisselend bewolkt, lokaal valt nog een enkele bui. Een klap onweer is daarbij niet helemaal uitgesloten. En koud wordt het zeker niet, een minimumtemperatuur rond 17 graden. Morgen zien we dan wat meer bewolking, met name in de oostelijke helft van het land, maar ook in het zuiden. Daar kan in de vroege ochtend al een enkele bui vallen, maar later op de dag, wanneer het toch wat meer gaat opwarmen, dan is er meer energie voor de stapelwolken en kunnen er ook buien gaan ontstaan, met in de oostelijke helft ook kans op een klap onweer. Afhankelijk van de hoeveelheid zon wordt het dan 24 tot lokaal 28 graden. Mocht er wat meer wolken zijn, dan zal die 28 graden wat moeilijker worden gehaald. De komende dagen dan zien we dat de buien aanblijven, met name zaterdag langs de Oostgrens nog kans op een klap onweer. Temperaturen nog altijd hoog, 25 tot 27 graden landinwaarts. Aan de kust is het een stukje koeler. Zondag dan ligt de temperatuur op veel plaatsen een graadje lager. Ook dan nog altijd buien met lokaal kans op een klap onweer. Hetzelfde geldt voor maandag, maar maandag dan ligt het kwik beduidend lager. Altijd nog wel boven de normaal met op veel plaatsen 22 of 23 graden. Op de wat langere termijn dan is te zien dat de temperatuur wat langzamer naar beneden gaat kruipen. Maandag dan op veel plaatsen 22 of 23 graden. Maar dinsdag en woensdag dan lijkt het erop dat de temperatuur op veel plaatsen niet eens boven 20 graden uitkomt. Nou, de laatste keer dat we een dag hadden in de beeld met een temperatuur lager dan 20 graden was alweer 18 mei. Dus het is voor veel, op veel plaatsen al inmiddels 20 dagen geleden dat het voor het laatst kouder was overdag dan 20 graden. Misschien dat er richting volgend weekend weer een... een de stijging komt in temperatuur en dan komen mogelijk ook de zomerse waarden weer in beeld. Maar dat is allemaal nog vrij ver weg. De spreiding is daarin ook vrij groot. Hoe het op hele lange termijn zichzelf gaat ontwikkelen, dat is nog erg onzeker en daar valt nu nog heel weinig over te zeggen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.